Filmpjes op Facebook, krantenartikelen en foto's online. Alles wordt gelezen en alles wordt bekeken. Alles over de nieuwe wagen, kleding en helm van Max Verstappen wordt nagepluist en becommentarieerd. Ja, die kleur is fantastisch. En na een paar jaar weer een keertje wat anders. Ja, het ziet er gewoon lekker fris uit. Want de voorlopige kleur van de RB14 is blauw met zilver. En dat was een verrassing voor de fans. Een volslagen verrassing. Heel erg blauw en heel erg mooi. Een dag na de gelikte presentatie loopt de mailbox vol en staat de telefoon in Rijsbergen rood gloeiend. Hopelijk komt er een schaalmodel van. Ja, dan snap ik dat je die bij je collectie wil hebben. In 2015 presenteerde Red Bull de testauto in zwart-wit. Daar kwam een model van op de markt en de fans die kochten het massaal. Vandaar dat Danny hoopt op een herhaling van dat scenario. Handel, goede handel. Hopen dat we dan veel autootjes kunnen verkopen. En dan straks hebben we in de andere livery hebben we een tweede model te verkopen. En een oppepper voor de handel is wel nodig, want de markt is een beetje ingekakt. Over het algemeen is het na de winst van Spanje in 2016 is het daarna toch teruggelopen door een teleurstellend seizoen. Er zijn een hoop mensen die niet zo nodig van ieder jaar een model willen hebben. Eentje is voldoende, maar als het dan een andere kleur is, dan worden ze wel weer over de streep getrokken. De in 2018 verplichte halo, een kooiconstructie om de coureur te beschermen, vinden de echte fans een verschrikking. Maar er is meer onrust onder de fans. Ja, maar ik... Frits is gestopt met sponsoren, denk ik. Ik weet het niet. En inderdaad, als Max zijn helm draait, zien we Jumbo niet staan waar het altijd stond. Ook niet als we de foto uitvergroten. Tijd om navraag te doen bij Jumbo. En die antwoorden met scherpere foto's. Jumbo staat er nog steeds op. We moeten wel wat beter kijken. En als we heel goed kijken, zien we dat ze gelijk hebben. Jumbo staat er fors kleiner op. Misschien niet geheel toevallig meldt Jumbo ook dat er binnenkort meer nieuws is, een persconferentie, over de samenwerking tussen Jumbo en Max Verstappen. Echt goed, door. Onderwijl kunnen de fans er lustig op los gaan speculeren.